Zo wil de Heere, als het ware ook nu tegen de wereld zeggen, dat hij komende is, dat hij aanstaande is. Bliksemen, stemmen, donderslagen en aardbevingen. Ze bevestigen dat de verlossing van Gods gemeente nabij is. En Gods kinderen mogen zich dan verheugen en zeggen, onze verlossing, onze bevrijding is nabij. We zien allerlei ontwikkelingen in de wereld. Ik denk dat wij in een tijd leven waarin wij zien dat wat andere tijden niet zichtbaar was. We zien verschillende dingen waarover de Heer in de Bijbel spreekt. Die zullen voorafgaan aan de wederkomst van Christus. We zien verschillende van die dingen werkelijkheid worden. In de natuur, het milieu, de veranderingen. De aarde zucht eronder als in barensnood. En in de volkerenwereld. Wat een strijd, wat een oorlogen tussen het ene volk en het andere volk. En wat een strijd rondom Israël. Rondom dat volk dat voortgesproten is uit Abraham. En waar God zijn plannen nog mee heeft. Donkere dagen zullen er komen. Want de Heere laat allerlei rampen en onheilen en zware verdrukking aan de wederkomst van Christus voorafgaan. En als die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden, zei Jezus. Maar de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark des verbonds is gezien in zijn tempel. Dat is het troost van Gods gemeente. Er wacht op hen een geopende tempel, een geopende hemel. En ze mogen zich vertroosten met de ark des verbonds, die zichtbaar is geworden. Gods verbond staat er garant voor dat ze het eeuwig koninkrijk zullen beërven. Het verbond van God. Bent u in een verbond met God? Want je kunt weten dat God in een verbond is met Israël. En in een verbond is met alle ware gelovigen. Maar bent u in een verbond met God? Een persoonlijk verbond. Jongens en meisjes, je bent eigenlijk al in een verbond. Je bent al verbonden. Je denkt wel dat je vrij bent, maar je bent niet vrij. Want je bent gedoopt. En wij zeggen in het doopformulier, hoewel onze kinderen in zonde zijn ontvangen en geboren, en kinderen des toorns zijn van nature, die in het koninkrijk Gods niet komen kunnen, tenzij ze van nieuws geboren worden. We zeggen dat ze nochtans in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. En daarom behoren gedoopt te worden. Maar we lezen van Israël, hoewel allen door de Rode Zee gingen. En allen dronken uit de steenrots. En allen het mannen hebben gegeten. Dat God in het merendeel geen welbehagen heeft gehad. Want ze hadden geen persoonlijke verbintenis met God. Ze waren niet echt aan God verbonden. Ze kenden het verbond der genade niet persoonlijk en werkelijk. En laat dat nu de grote vraag zijn. Voor jullie meisjes en jongens, maar voor iedereen. Is er een persoonlijke band met de Heer? Hebben we hem lief? Dienen we hem? Wandelen we in zijn wegen? Zijn we een ware bondeling? Van de ware bondeling zegt de Heer in Jeremia 31.
En dit is mijn verbond dat ik met hen maken zal. Ik zal het stenen hart uit hun binnenste wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Een bondeling is een mens die innerlijk van binnen een nieuw mens is geworden. Die kan zeggen, het oude is voorbij gegaan. Het is met mij alles nieuw geworden. Een bondeling is een mens die het verbond Gods heeft ingewilligd. Daar spreken onze oudvaders nogal dikwijls over. Hellenbroek doet dat ook in zijn vragenboekje. Daar spreekt hij over de inwilliging van het verbond. En omdat ik u de vraag stel, hebt u dat verbond ingewilligd? Bent u een echte bondeling? Wil ik daar toch aandacht aan besteden?